Welkom bij SVZW TV en vandaag een uitzonderlijke samenvatting. De samenvatting van de wedstrijd, de afscheidswedstrijd van Michiel Achterhoek. Ja, Michiel Achterhoek, 8 seizoenen uitkomend voor SVZW en daarvoor 6 seizoenen bij Stevo. En dan organiseer je de wedstrijd SVZW tegen Stevo met alle oude toppers. Rob Meijerink, maar wel oude topper. Dennis Dennis en Peter Wesseling, top dat hij er was. Goede trainer. En zo gaan we het rijtje af. Glorietijden voor SVZW en ook Stevo. Helaas ken ik niet alle namen van Stevo. Dus de jongens van Stevo moeten mij daar even een beetje op verontschuldigen daarbij. Maar het zal een leuke wedstrijd worden. Iedereen maakt zich klaar. Hier Michiel van Keulen. John Mulderij. Slot zie ik op de achtergrond. Ja, Rob Meijerink. Steeds actief in het voetbal. Aan alles is gedacht. Thuisfront heeft spandoeken gemaakt. Ja, only one hitter corner. Dat was de bijnaam. En dan komen de gladiatoren komen dan het veld op voor de warming-up. Rob Meijerink. Dennis Demmers. Slot. En op de achtergrond natuurlijk, ja, de aankomende keeper. Michiel Achterhoek is dan ook het veld op gegaan. Heeft zijn spandoek bekeken. En beseft dat dit inderdaad de laatste wedstrijd is die hij dan gaat spelen. Meijerburger met de 3 keepers. En hier Martijn Maris, topper van toen. Alle oude spieren worden weer even gerekt en gestrekt. Eindje te haar. Rob Meijerink, maar die spieren die zijn wel soepel en dat zullen we straks ook later in deze samenvatting zien hoe soepel die spieren zijn. Nick de Graaf, hierbij hebben we een aantal spelers van Stevo, initiatiefnemer samen met Huub Kreubel van deze afscheidswedstrijd. En wat gaat Michiel Achterhoek dan verder doen? Gaat hij helemaal stoppen met, kijk die knipoog. Gaat hij dan helemaal stoppen met het voetballen? Nee, absoluut niet. Hij gaat keeperstrainer worden. Hier Ruud Krubbel ook mede initiatiefnemer. Hij wordt keeperstrainer bij Kwik 20. Nou, en dan kunnen ze al zijn wijsheden kunnen ze dan wel gebruiken. Absoluut. Ja, en dan is nog de laatste influisteringen van de tactiek die wordt gespeeld. Nog even een inspirerend praatje van de trainer. En dan kunnen we het veld op. Beide teams komen het veld op en vormen een erehaag voor Michiel Achterhoek. Zeer gewaardeerd persoon, zeer gewaardeerde keeper. En dan samen met zijn kids komt hij dan het veld op. Onder een luid applaus van alle fans, familie, vrienden. Goed eerbetoon van SVZW en Stevo. Doekje. En dan gaat de wedstrijd van start. Ja, de eerste helft zal Michiel Achterhoek meedoen met het team van Stevo. En de tweede helft, dan gaat hij een helftje meedraaien met het team van SVZW. En eens kijken wat de toppers kunnen. Hier is het Dennis van Dijk. Dennis van Dijk hier op een balletje van Michiel van Keulen. Michiel van Keulen kan afstomen. En dan is het een lekker pakketje voor Michiel Achterhoek. Zo kan hij vast warm draaien. Dan ook Stevo in de aanval. En die kan dan ook even keeper Hofland even testen. Ja, misschien is dat wel de nieuwe keeper van SVZW. Er komt natuurlijk een hele strijd van wie gaat dan voor het jaar het doel verdedigen bij SVZW. Stevo, makkelijk spelend, maar hier even een foutje op Dennis van Dijk. Ho, wat een doelpunt. Ziet Michiel Achterhoek een heel eind voor zijn goal staan.
Per ongeluk noem ik het Dennis Demmers, maar die zit bij Go Ahead Eagles. Wel diezelfde kleuren die op het veld staan, maar dit is natuurlijk een fantastisch doelpunt. Goh, wat heeft die man er nog in de poten? Niet te geloven. Prachtig doelpunt, Dennis van Dijk. Dennis van Dijk 1-0 voor SWZW. Wijst de keeper nog even na op zijn foutje van, jongens, je staat veel te ver voor de goal. Goed afgestraft. Dan hier weer Stevo. Stevo kan dan goed uithalen. Stevo die rammelde wel een beetje aan de poort bij keeper Hofland. Maar het was SWZW hier met een uitbraak van Michiel Verkeulen. Michiel Verkeulen kan die bal mooi voorzetten op Jordi Kamphuis. Jordi Kamphuis, wat doet hij dan? Schiet de bal tegen de verdediger aan. Dan is het Martijn Maris die normaal altijd al die intikketjes pakt. En dat ziet ook het meegereisde publiek. En ik mis toch een dekentje. Ik mis het dekentje. Vaste kijkers van SWZ2TV weten waar ik het dan over heb. En dan is het hier alleen op de keeper af. Maar ja, Michiel Achterhoek denkt van ja, het zal goed wezen Robijn Rink. Maar deze bal gaat er absoluut niet in. En dan wordt Michiel Verkeulen weggestuurd. Michiel Verkeulen of speelt dan Michiel Achterhoek. En dan wordt de bal voorgezet op Dennis van Dijk. Dennis van Dijk kan hier dan de bal uithalen. Nee, dan balletje naar de zijkant. Hier naar Jordi Kamphuis. Jordi Kamphuis kijkt nog een keer. Dan balletje naar Michiel Verkeulen. Oeh, weer een fluwelen trap. En ja, ik zei het al, intikkertjes. Dit is toch een lekker doelpunt van Martijn Maris hoor. Nog even in de herhaling. Hupsakee, kop erachter. Pam, hupsakee. Net naast de paal. En maar dan aan de goede kant van de paal. 2-0, Martijn Maris. En gaat Bertus Heutink eens even kijken of er nog wat te koop is op de bank. Want ja, het is toch wel lekker voetbal hoor met die oude gladiatoren van toen. Hier, prachtige uithaal. Gaat net over. Stevo die deed niet voor spek en bonen mee. En Hofland wordt getest en dan is er een opmerkelijke feit. Hier een scheidsrechter en aan de andere kant ook een scheidsrechter. Ligt dat aan de condities van de scheidsrechters? Ik weet het niet. Maar opeens waren er twee scheidsrechters in het veld. Misschien FIFA-bonds geprobeerd en hier wordt Martijn Maris weer weggestuurd. Oh, probeert te lappen, maar Michiel Achterhoek, prima redding. Prima redding Michiel Achterhoek, die de 3-0 voorkomt. Stevo op jacht naar een aansloestreffer. En die term gebruik ik wel eens vaker, klinkt dat lekker in de mond. En hier rond Niekleus. Oeh, prachtig moment. En dan is het toch nog een keer Niekleus 2-1. En zo wordt het nog een spannende wedstrijd ook nog. En een prachtig mooi doelpunt. Hier nog één keer een herhaling. Keeper Hofland kan, Patrick Hofland kan dan de bal nog een keer pakken. Komt in de rebound en dan kan hij hem heel makkelijk intikken. Mooi doelpunt voor Stevo. Gemaakt door Niekleus. Stevo die denkt van nou als er een 2-1 kan, dan kan er ook wel 2-2 komen. En dan is toch een balletje even terug op de keeper. Patrick Hofland heeft zijn liezen zo wat om de oren hangen. Maar het balletje is eruit gebleven. 2-1 nog steeds op het bord. Hier voorzet. Kan Martijn Maris die bal oppikken, kan die bal voorzetten. Dan is het Slot. Slot die de bal in de handen kopt van Michiel Achterhoek. En dan is het weer SWZW. Hier weer met een prima mogelijkheid. Kevin Aalman probeert hem uit te spelen. Probeert dan wat te dollen en wat te gekken. En dan is het de balletje hoog loppen. En Martijn Maris, dit was weer een intikkertje. Weer niet genomen, maar kan prachtig worden uitverdedigd door Dijkstra. Hier Kevin Aalman zet die bal naar voren. Dat is het Tim Engbers. Tim Engbers die de bal een lel geeft, maar dan kan de vuisten van de keeper elkaar spatten. En dan kan Stevo uitverdedigen en is de bal weer bij Achterhoek en kan Stevo gaan aanvallen. En dan is het rust. Er wordt niet naar de kleedkamers gegaan, er wordt even gezellig onderling gekletst bij de duckouts. Nieuwe tactiek wordt besproken. En dan gaat Michiel Achterhoek op weg naar het doel van SWZW die de tweede helft gaat doen. Even voor degene die kijkt, het is nog steeds de tweede helft, alleen er wordt gewoon weer dezelfde kant op gespeeld. Het is een vrij unieke wedstrijd. En dan wordt de keeper toch nog even wat aangemoedigd, want hij zei papa je hebt er al twee doorgelaten. Ik zal even wat nieuwe tips geven. Even een dikke kus. Nou, dan word je als keeper sterk hoor. Wie weet over een paar jaar de nieuwe Achterhoek in het doel van SWZW. Laten we hopen dat hij net zo goed wordt als zijn vader. Misschien nog wel beter. En dan is er SWZW die kan uitbreken. Aalman loopt al helemaal vrij. Kan de bal dan niet in het doel krijgen.
Dat is toch een goede opgezet aanval. Slot aan, man. Nee, dit is niet Slot. Ik vergis me elke keer met die kale man, hè. Dit is natuurlijk Jordi Kamphuis. Dan corner van Stevo. Oh, en dan gaat die bal ook nog maar net naast. SSW hier in de aanval. Tim Engbers-Tingemers kan opstomen naar die achterlijn. Kijkt al waar iemand vrij staat. Wie staat er wel vrij? Kan die bal er wel komen? Oh, Rob Meijerink! Rob Meijerink, wat een doelpunt maak jij! Niet te geloven, wat ben ik blij dat je deze wedstrijd wel meedoet. Met de wedstrijd tegen WVF, dat je toen net getrouwd was en een rode kaart had. Want, oh, wat zit deze bal er lekker in. Nog één keer, twee keer in de herhaling. Brrr, wat een doelpunt. Fantastisch, Rob Meijerink. Ik weet, de transfermarkt is weer open. Freddy Nijhoff, ik spreek jou even aan. Misschien moeten we deze man toch maar eens weer eens terugbrengen op de Vierdense velden. Wat een schitterend doelpunt. Als je die zo kunt maken, ook in de competitie. Oh, dat is het. Misschien nog een oude rekening of zo. Jon Mulderij die even een balletje geeft op Dennis van Dijk. Dat is allemaal in harmonie en in sfeer. Prachtige wedstrijd. Mooie afscheidswedstrijd. Zo'n wedstrijd. Oké, daar komt het 3-2 weer. Niekleus die ook het tweede doelpunt voor zijn rekening neemt. Goed opgenomen, mooi gekeken ook. Goed vrijstaan. En dan is het Niekleus die heel makkelijk die bal in de touwen kan jagen. Is hier Magiel van Keulen. Magiel van Keulen kan de bal voortzetten. Magiel van Keulen die probeert het even van een afstandje. En dan zijn we van camerapositie gewisseld. En het grootste nadeel daarvan is dat we één doelpunt hebben gemist. En helaas, dat is het risico van het vak. En dan fluit de scheidsrechter af. En wat voor reden fluit hij dan af? Dat is dan een beetje raar. Iedereen kijkt een beetje om zich heen. En dan komt opeens de scheidsrechter aan en geeft een rode kaart. Een rode kaart. Voor wie zal deze rode kaart dan zijn? Het is voor Michiel Achterhoek. Hij mag het veld verlaten. Krijgt de rode kaart ook voor de scheidsrechter. En is de wedstrijd afgelopen. Michiel Achterhoek wordt bedankt door de spelers. Join the club, jongen. Join the club, zegt Chris Elfrink. Ja, hij is ook inmiddels al gestopt. Ja, een goede voetballer, hoor. Bedankt, man. Bedankt, jongen. Jammer dat je wegging. Ja, helaas. De twee keepers. Ja, kijken of Patrick Hofland zich kan waarmaken. En misschien keept hij natuurlijk aanstaand seizoen het doel van SVZW. Jongens, allemaal bedankt, hè. Ja, jij ook bedankt, Michiel Achterhoek, voor prachtige jaren en mooie reddingen. En dan wordt hij nog een keer getrakteerd door Kids. Wat hebben ze meegenomen? Een prachtig shirt. Oh, dat is mooi. Michiel Achterhoek, hartstikke bedankt. Het waren mooie jaren. Namens SVZW2, veel succes bij je verdere carrière.